echt dacht, ja, zij gaan nu allemaal soort van, haha, wat kom jij hier? I'm a child, I want to buy a house, please. Welkom bij Jouw Geld, Jouw Keuze. De serie waar we praten over geld. We gaan op zoek naar tips, handvaten en we gaan met experts in gesprek. Vandaag gaat het over sparen. Sparen jullie? Ik spaar wel. En dat scheelt dat ik ook nog thuis woon. Dus ik hoef geen huur te betalen en ook geen boodschap of iets. Ik heb eigenlijk alleen maar de ervaring van het sparen voor een doel. Maar ik vind dat wel heel fijn om echt naar iets toe te werken. Ik vind het heel leuk om te zeggen dat ik spaar. Momenteel zit er niks op mijn spaarrekening. want ik ga dan ook, want jij zegt ook snoepen. En dan kan ik eigenlijk niet meer stoppen. Dus ik kan heel goed sparen, zodat ik er wat van pak. Ja, en dan gaat het ook. Dan gaat het ook gewoon echt. Dan zijn de deuren open. Zeg maar, je kan een doel hebben van, oh, ik wil een auto kopen of een leuke jurk of zo. Maar zo'n huis, dat is zo ver weg. Ik bedoel, ik heb echt niet nu het geld om een huis te kunnen kopen. Maar het is wel iets wat je kan visualiseren. Een soort kan denken van, oké, ik wil dit gewoon kunnen op een gegeven moment. Ik heb ook heel veel spaarpotjes, maar daar staat nu bijna overal nul. Het lukt gewoon niet. Ik krijg niet genoeg geld binnen om echt te kunnen sparen. En dat ik dan aan het sparen ben en dat ik dan dus inderdaad wat ervan af moet halen. En dan denk ik, ja, hè? Wat maakt het nou eigenlijk uit? Dat komt wel. Nou, ik hoor echt al superveel interessante dingen. Ik denk dat we hier uren over kunnen praten. Laten we beginnen. Ja, let's go. Keesje, jij zei net dat je eigenlijk niet spaarde, maar wel heel veel spaarpotjes hebt. Ja. Ik ben nu eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe jouw bankrekening er dan uitziet. Dat snap ik. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Mogen we dat zien? Jawel. Ik zal er even doorheen scrollen voor jullie. Even kijken, ik was op de Rollende Keukens. Is dat een festival? Ja, een soort eetfestivalachtig iets. Het zijn er heel veel achter elkaar, gaan ze door. -380, -150, -15, -25, -150, -15, -15, -9, -20. Was dat op één dag? Ja, één dag. Maar dit schiet ik dan wel allemaal voor mijn vrienden. Even kijken, wat heb ik nog meer? Laatst had ik laarzen gezien, toen dacht ik, poh, die zijn wel heel leuk. En dan kan ik het dus niet loslaten. En dan geef ik daar wel iets te veel geld aan uit, dat ik het de rest van de maand wel zeker een stukje krapper heb. Maar dan ben ik wel de hele maand. En hoeveel staat er nu op je rekening? Er staat nu, even kijken, €460 op mijn rekening. Ja, dus ook, ik heb het ook net gisteren overgemaakt naar mezelf. Dus het wordt nog wat. Mag ik vragen waar jij een beetje op leeft dan in zo'n maand? Oh, ik probeer van €100 per week te leven. €100 per week? Ja, en dat is wel krap, moet ik zeggen. Vooral als je van de horeca houdt. Ik heb één groot potje en daar op een ene bankrekening staan. En daar geef ik elke maand mezelf geld en dat breng ik naar de andere rekening. Maar op die ene rekening waar dat geld op staat, daar wordt alles bijgeschreven en ook alles afgeschreven. Mm-hmm. En dan op die andere rekening komt dus eigenlijk alleen het geld wat ik waarvan kan leven. Zodat ik niet dan halverwege de maand achterkom dat er nog iets afgeschreven moest worden en dat ik dan voor de rest van de maand in de knel zit. En ook op die rekening waar ik dan het geld naar overmaak, daar heb ik dan eigenlijk al mijn potjes staan. Die dus nu behoorlijk leeg zijn. Dus soms dan is het een shirtje in plaats van avondeten. Precies. We hebben ook een gast vandaag. Julia Koopman. Hallo. En ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar jou. Bedankt dat je hier bent. Ja, vertel, leuk. Spaar jij? Ja, ik spaar. En nu ook wat structureler. Dat is vooral heel lekker. Want eerder spaarde ik ook wel, maar ik verdiende gewoon echt geen reet. Dus ja, en nu kan ik daar iets meer structuur in aanbrengen. Dus nu kan ik ook structureel sparen. Maar het gaat ook wel een beetje met ups en downs. En wat is structureel sparen? Gaat er maandelijk iets van af? Op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik moet hier eventjes mee aan de slag. En toen heb ik dus zo'n knaller van een Excel-sheet ingevuld. En daar schrok ik me echt dood van. Dus gewoon wat je allemaal uitgeeft. En ook gewoon dat je echt even realistisch bent. Niet zo van, ja, eten, drinken, nou, laten girl mad, girl mad. Nee, gewoon echt even, wat geef je nou uit? Ja. En nou, dan schrik je dood. En dan denk je ook, oké, dus dit, ja, nou goed, dit kan ik dan sparen. Kan je die doorsturen? Heb je misschien een templateje over? Template? Ja? Ah, chill. Toen ben ik ook nog echt zo alles in spaarrekeningen en potjes gaan zetten.
Dat was dan waar we iets te veel van het groeien. Ik had een potje voor cadeautjes. Ik had een potje voor feest en festival. Ja, ja, eten en drinken. En dan, ja, dat vond ik niet heel chill. Dus dan zie je dat ook op een gegeven moment niet meer. Nee. Waar dat geld nou zit. Ja. Ja, dat heb je nu teruggebracht naar een paar potjes? Of? Ja. En wat voor potjes zijn dat? Nou, eigenlijk vooral gewoon sparen, zorg, rekening, huur. Ja, echt de basics eigenlijk. Ja. En nog steeds vakantie. Vakantie is wel de leukste spaarpot, vind ik. Ben jij al voor een huis aan het sparen? Zit jij al te denken van... Ja, dat is dan toch op een gegeven moment een beetje zo... Dat heb ik dan nu ook bedacht dat ik dat ooit wil. Of misschien is het een beetje een illusie dat ik ooit een huis kan kopen. Ja, dat idee heb ik ook. Dus ja, dus daar ga je dan voor sparen. Maar ik merk ook nu dat dat best demotiverend is... omdat het zo ver weg lijkt. Ja. Dus dan denk je ook een beetje, waar spaar ik nou eigenlijk voor? Volgens mij kan je dus naar een hypotheekadviseur gaan... die je soort van een beetje daar inzicht in biedt. En die wil je pas te betalen als je een huis kan kopen. Ja, ik heb het dus gedaan. Ja? Ja, een jaar geleden. En dat was eigenlijk hilarisch, want ik kon nog lang geen huis kopen. Maar ik dacht gewoon, misschien moet ik mezelf inderdaad een beetje voorbereiden. Ja. Beetje inlezen. Ja, ik had ook het gevoel dat ik daar aankwam. Want je kan gewoon zo'n afspraak maken. Ik echt dacht, zij gaan nu allemaal soort van, haha, wat kom jij hier doen? Ja. Zij kan nog lang geen huis kopen. Ik zou echt volle imposter syndrome hebben. Zo, I'm a child. I want to buy a house, please. Maar dat kan gewoon. En dat was eigenlijk echt wel heel nice. Ja. Je denkt daarna, je stapt naar buiten. Je denkt wel echt van, oké, dat kan misschien nog lang niet. Maar ik weet nu wel iets meer wat er moet gaan gebeuren. Of wanneer het ooit misschien wel zou kunnen. Ja, nou, ik merk zelf ook wel, zeg maar, dat wanneer zo'n doel zo groot of zo ver weg lijkt... met al die onzekerheden en onduidelijkheden, dat het heel... moeilijk wordt om daarvoor te sparen of om daar echt geld voor aan de kant te zetten. Maar ik denk dat wanneer je die duidelijkheid creëert en gewoon begint... al is het maar 10 euro, 20 euro... dat je echt al wel gewoon een pad kan hebben om ergens naartoe te werken. Ik weet nog, het eerste waar ik ooit voor spaarde was een paar UX. Nice. Echt zo'n hele zomer gewerkt. Waar heb jij voor gespaard voor het eerst? Een Swatch horloge. Met mijn krantenwijk. Krantenwijk. Ik heb mijn eerste salaris heb ik uitgegeven aan ombre haar. Dus dat het zo langzaam blond wordt, want dat was heel cool. Ik was er echt zo blij mee. Maar toch ook alle drie wel echt een beetje zo van die schattige... zillige. Ja. Dit vind ik cool, dit ga ik doen. Ja. Nou, dan hebben we nog een allerlaatste vraag. En die vraag is, zouden wij bij jou in de bank-app mogen kijken? Hoe zou je daarbij voelen? Meekijken? Ik vind dat het taboe doorbroken moet worden, maar ik voel me hier ook ongemakkelijk bij. Ja. En waarom dan? Wat maakt het ongemakkelijk? Nou, dat ik echt ook denk van, oh, wat heb ik allemaal uitgegeven? Ja. Dus toch weer een beetje dat gevoel dat ik zelf het overzicht ook niet heb. Dus als ik net al zei, vind ik het best wel lastig om te sparen. En daar heb ik echt nog wel een aantal vragen over. Gelukkig hebben we net een hele goede kijkersvraag binnengekregen. Dus laten we er naar luisteren. Hoi, ik ben Lieselot. Ik ben 21 jaar oud. Ik studeer, ik werk en ik loop stage. En ik heb een vraag aan jullie. Ik probeer iedere maand te sparen. En dat doe ik door een bedrag over te maken aan mijn spaarrekening. Ja, en dan gedurende de maand hou ik dit toch weer van mijn spaarrekening af. Waardoor mijn spaarrekening eigenlijk uiteindelijk niet groeit. En daar bouw ik wel van. Dus mijn vraag aan jullie is, hoe pakken jullie dit aan? Ik herken het probleem wel een beetje, want ik heb zelf hetzelfde probleem dat ik wel gewoon elke maand spaar en dan eind van de maand dan kom ik net tekort. Ik kan dus niet zo goed sparen en dan heb ik soort van misschien 100 euro aan de kant gezet voor de maand voor het spaargeld. En dan ben ik aan het einde van de maand, is de pot ook echt op, zeg maar. We hebben hier iemand bij ons, Guido, welkom, geldcoach. En misschien kan die ons uit de brand helpen. Wat maakt dan dat het best wel lastig is om te sparen? Wat veel mensen proberen is om in één keer, bedenk in één keer, ik wil gaan sparen en dan heel veel geld opzij te zetten. Met dit idee, dan ben ik sneller bij mijn spaardoel. Soms moet je dan dat potje weer aanspreken en dat werkt vrij demotiverend. Wat daarin beter kan helpen is, zet je vaste lasten, uitgaven, zet het allemaal onder elkaar. En kijk realistisch wat je elke maand kan sparen. Waar spaar je voor? En probeer het ook heel concreet te maken. Een festival waarbij je favoriete artiest gaat zien. Uiteindelijk is het mooiste als het een goede gewoonte kan worden. Je kan in vrijwel elke bank-app kun je een automatische overboeking laten doen van een betaalrekening naar een aparte spaarrekening bijvoorbeeld. En wat slim is om dat bijvoorbeeld een dag nadat je salaris gestort is, automatisch je bepaalde spaarbedrag
over te laten maken. En hoe zorg je er dan voor dat je het volhoudt zo lang sparen? Je kan jezelf ook beloningen inplannen als je voor een groter doel, bijvoorbeeld een auto of een huis, als je halverwege bent of op een kwart bent, dat je nou lekker uit eten gaat of zo, dan hou je jezelf wel gemotiveerd om het vol te blijven houden. Maar hoe ga je dan niet de mist in door met die beloning juist geld van het spaarpotje te pakken? Je moet ook nu kunnen leven en leuke dingen kunnen doen, want je leeft in het nu. Dus eigenlijk consistent zijn en uitkijken naar de beloning. Ja. Ja. Oké, nou, dan hebben we denk ik heel veel om over na te denken. Bedankt. Graag gedaan. Dank je wel. Voelen jullie je geïnspireerd om nu meer te gaan sparen of iets anders te doen? Ja, voor mij zijn het vooral echt de spaarpotjes. Waarbij je dus ook realistisch moet blijven en niet te veel spaarpotjes moet gaan opzetten. Dan raak je helemaal het overzicht kwijt. Maar door gewoon telkens een spaarpotje op te vullen, is er ook niet één spaarrekening waar je telkens weer uit kan snoepen. We hebben net ook echt een goed gesprek gehad met Guido. Hij gaf ook een goede tip, gewoon echt als je loon hebt, één dag daarna gewoon een automatische overboeking gewoon naar je spaarrekening. En realistisch sparen. Ja. Dat je niet het jezelf te moeilijk maakt inderdaad. En dat je gewoon weet van oké, als ik dit spaar, dan hoef ik niet daarna weer terug naar mijn betaalrekening. Ja, dat vond ik wel duidelijk van wat Julia vertelde over het Excel-sheet. Het geeft toch inzicht. Hoe leuk het kan zijn, is de vraag. Maar dat je er daarna wel echt iets van aan hebt. Nou, het klinkt wel alsof we een fijn gesprek hebben gehad. En dat we best wel wat tips hebben kunnen verzamelen voor onszelf. Ik ben benieuwd welke tips jij nou heel erg interessant vond vandaag. Laat het weten hieronder.